veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen. Dag vrienden allemaal. Blij jullie terug te zien. Dames en heren, hartelijk welkom. Plantenliefhebbers, goeie avond. Goedenavond. De studio zit weer boordevol mensen die ooit op tv zijn geweest. Kijk maar. Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Van Algemeen Nut. Goedenavond, Johan. Hallo. Goedenavond, hallo, dag Steven. Jij bent ook ooit op tv geweest. Hè? Inderdaad. Het is lang geleden. Goeie 20 jaar. Ja, 22 jaar om precies te zijn. Ja, sorry, ik heb het even gecheckt in het archief. Het is 22 jaar. Ja, je hebt eigenlijk iets heel moedig gedaan op tv. Je hebt iets verteld wat ik weinig mensen zie vertellen. Misschien wel, ja. Ja, nee, ik ben er eigenlijk zeker van. En ik chapeau daarvoor. Dank maar u. We spreken er zo meteen over. Het zou kunnen dat ik een beetje raar kijk, maar ik zit met een stijve nek. Ik ben deze morgen opgestaan en ja, ofwel verkeerde houding. Of, ja. Maar dus als ik raar kijk, is het niet omwille van jou, maar gewoon omdat ik een stijve nek heb. En dit is het enige probleem vanavond. Dus, als van mij afhangt, zeker. Dank u wel. Mooi. Er komt ook nog iemand naast jou zitten. Aha. Iemand die al heel vaak op tv geweest is. Mm-hmm. Ben je benieuwd? Uiteraard. Ja? Enorm. Ja, ik hoop het niet teleur te stellen. We hebben hoog bezoek. Ik haal hem erbij. Goedenavond, Louis de Bak. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Louis de Bak, goedenavond. Meneer de Bak, hartelijk welkom. Dank u wel. Mag ik Louis zeggen of heeft u liever meneer de Bak? Gemocht. Dank u, Louis. U komt al zeer lang op televisie. Ja. Sinds de jaren 80 komt u geregeld op televisie, want toen bent u ook minister geworden. We spreken daar zo meteen over, maar Johan, die kwam 22 jaar geleden op tv. En hij zat met een probleem waarvan hij nooit gedacht had dat het aan hem zou kunnen liggen. Ja, ik had daar nog nooit aan gedacht. Hè. Het probleem zou kunnen bij mij liggen. En ik voelde dus, ik herhaal het aan de manier waarop zij het vroeg en ook de manier waarop hij de vraag had gesteld. Zo van, zou meneer, zo heel voorwaardelijk zo. Dus wij dachten al, het is blijkbaar niet de gewoonte dat de meeste mannen in Vlaanderen dat misschien willen toegeven. Waarover zou hij het hebben, Louis? Ik zou er mij niet durven mee bemoeien. Maar het is iets wat mannen niet graag toegeven. Daar komt het op neer. Wat geven mannen niet graag toe, Louis? Ik geef alles altijd toe. Alles, ja? Ja, laat de mannen voor zichzelf spreken. Hè. Dus... Dat vind ik een juiste, correcte uitspraak. Mannen moeten voor zichzelf spreken. En ik heb mij al dikwijls vergist in beoordelingen, dus... Ja, laat ons eens kijken. Hallo, kom binnen. Hallo. Hey. Johan en Lieve staan allebei in het onderwijs en ook 's avonds zijn ze met kinderen bezig. Ze zouden dolgraag zelf kinderen krijgen, maar de spermakwaliteit van Johan is niet goed. Alles bleek in orde te zijn, geslachtelijk. Hè? Dus na zijn onderzoek zegt hij, ik zie inderdaad geen spataders, blijkbaar een normale puberteit gehad, geen misvormingen. Dus op dat vlak geen probleem. Zegt hij, er moet dan wellicht een probleem zijn met de kwaliteit van het sperma. Toen hoorden wij dat, eerlijk gezegd, voor de eerste keer. Ja, dus... Ja. Zaad van mindere kwaliteit. Ja, verschrikkelijk was het, Steven. Voor alle duidelijkheid, vandaag maakt niemand daar nog een punt van. En gelukkig maar 22 jaar geleden, in de jaren 90, ja, hadden we daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Ja, we waren een beetje achterlijk, hè. Dus eigenlijk wel, ja. We wilden dat niet gezegd hebben, we konden daar niks aan doen. Maar voilà. Ja, dus, want ja, als een vrouw niet zwanger geraakte, waar lag het dan aan, Louis? Ja, dat weet ik niet. Hè. Dus ja, ik ben... het was meestal aan de vrouw en zeker niet aan de man. Nee. Het was ja, de vrouw, bij de man komt er iets recht, komt er iets uit, de fabriek werkt. Het zal wel bij de vrouw liggen. En dan ineens blijkt dat het ook wel aan de man kan liggen. Ik weet zeker dat er toen heel wat mannen waren. En men zei mij ook van... Ja, waarom spreek je daar zo open over? En zelfs goede vrienden die me zeiden... Allee, daarmee kom je toch niet op tv? En waarom niet? Ja, ik stelde die vraag ook. Weet u, ik zat ooit eens op een trouwfeest. Ja. En ik wist dat er aan tafel
ook een man zat met hetzelfde probleem. Maar niet iedereen was zo open om daarover te praten zoals ik. En het orkest begon te spelen, of de DJ begon aan zijn werk s'avonds. Ja. En die zei, en we gaan beginnen met een slow. En ik zei tegen die man, dat is er één voor ons. Maar ik werd uitgenodigd in de toiletten door zijn echtgenote. En ik werd vriendelijk eraan herinnerd dat dit misschien toch wel geen thema was om aan tafel over te praten nu. Laat staan op tv. Laat staan op tv. Ja. Jij getuigt daarover op tv, dat is heel moedig. En dan volgde er nog een tweede kaakslag. Misschien eens proberen met IVF. Ja, ze hebben dat eerst moeten vertalen voor ons. Blijkt dus te gaan om proefbuisbaby. Ja, een tweede kaakslag. Hè. Proefbuisbaby, dat is iets voor Amerika. Hè. Dat is iets ja, we voor, weten nog de tijd dat het bekend geraakt op tv. Ja. Want je hebt het verhaal nog verteld. Zo. Ik herinner me, ik was toen student in het college. Ik zag dat programma en ik dacht zo bij mezelf, maar nu eens kijken, ze gaan hun kinderen maken in een bokaal. Wat gaan ze nu doen? Ja, dat was schrikken. Dat was schrikken, uiteraard. Ja. Wat gaan ze nu doen? Ja, en jij en je vrouw kregen dat nieuws te horen. Jij gaat daar luchtig mee om, maar jouw vrouw, ik ga haar er even bij halen. Lieve, goedenavond. Goedenavond. Dat is Louis Tobak naast u. Ach, Louis. Goedenavond. Goedenavond. Dat is Lieve. Dat beeld herken ik, maar het klopt nog niet volledig. Ogenblikje. Voilà, nu zijn we compleet. Oh. Die voelt zich meteen op zijn gemak, hè? Ja, dat is ons kindje, hè. Ja. Hoe heet hij? Dat is Hannibal. Hannibal, oké. Okay. Johan is geschiedenisleerkracht. Ja. En dat was de tijd toen hij de Tweede Punische Oorlog moest uitleggen aan zijn kindjes van het derde jaar. Ja. En vandaar. Oké, okay. Ja. Welkom Hannibal. Ja, ja. Lieve. Jawel. Ja. Jawel. Zeg, je mocht hem mee naar huis nemen straks, hè? Dat denk ik niet. Ik heb niet de indruk dat ik hem mag meenemen. Is het de eerste keer dat hij een SPA-boegbeeld... Ja, dat is helemaal niet gewoon. Nee, absoluut niet. Het klinkt precies wel. Ja. Lieve, moedige getuigenis. Ik kan me inbeelden bij jou goed nieuws, want jouw fabriek werkt, maar de leverancier heeft wat vertraging. Daar kwam het op neer. Ja. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, okay. Ja. Zo is het, hè. Ja, het is waar. Hij ging er eigenlijk wel goed mee om, hè? Ja, maar we moesten er daar samen door. En als je die kaakslag krijgt, zo van... Je kunt geen kinderen krijgen en dat gaat niet gaan. Dat was het wel zo met een blik zo van... Allee, normaal heb je een man in huis. Maar het beeld van een man in huis is compleet. En dat is niet helemaal compleet. Ja, ja. Dus mijn verlangen naar een kind was wel heel groot. Ik kom zelf uit een groot gezin. Ja. En dan hoort het gaat niet, het zal nooit gaan. Ja. Ja, totdat we dan inderdaad zijn zaadcellen op het scherm zagen, dat was dus niks. Er was iets, hè. Ja, er was... Dat wel, toch wel. Er was onderaan, rechts in het beeld, eentje dat een poging deed. En toen heeft de dokter gezegd, die gaan we nemen. Ja, wel, en die ene zaadcel, dat was een nieuwe techniek die ze juist gevonden hadden. Die hebben ze via dus een naald in het cytoplasma van de eicel gedaan. Ja, dus je moest eigenlijk je zaad eerst schenken aan de dokter. Ja. En ik dacht toen, waar zal ik dat doen? Ja. Toch niet hier? Nee, daar hebben we beelden van. Je moest dus een Amai, ik heb die camera niet zien hangen toen. Nee, maar je moest eigenlijk toen een spermastaal maken. Dat is het juiste woord. Ja. Dacht aan mijn eigen, waar moet ik dat hier doen? Dat potje komt daaruit, zo'n enorme botsom. Jongens, moet ik dat vol krijgen? Allee, verstaat je? Dus ik dacht zo van, jongens, wat doen ze mij hier aan, hè? Nu, dokter mij dan begeleid tot aan de deur van het plaatsje waar ik dus mocht overgaan tot de daad. En dan breekt de dag van de daad aan. Oké, dan weer. Zo, dat is het potje. Alsjeblieft. Ja. U mag daar binnen gaan voor een spermastaal. Oké. Ja, en aan ons interieur te zien wordt het een avond vol romantiek. Verschrikkelijk. Ja. Toch dat moment, eenmaal je binnen was. Oké, okay, maar... Omdat dat eigenlijk niks te maken heeft met wat wij wensten of wat dat wij beaamden van te bereiken. Dus wordt daar eigenlijk geconfronteerd met iets wat ons vreemd was. Seksboekjes die daar lagen. Ik denk dat uiteindelijk geen nood had aan seksboekjes. Dat is het pure tech, denk je? Nee, ik denk het niet.
het ook niet allemaal vertellen. Nee, nee, nee. Nee, als je... dat was het technische van het geheel. Ja, ja, dat snap ik. Ja, 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 wat normaal iets super romantisch is. Ja. Ja. Voilà. Of het nu op vakantie is, of, allee, maakt niet uit. Een daad van liefde, een mooi voilà. Moment. Ja, gebeurt eigenlijk in een... Artificieel. Een bezemkot, als ik het zo ja, mag ja, zo stellen. Met boekjes. Ja. In de reportage bezingen jullie ook dat moeilijk moment. Hè. Jullie zijn ook muzikanten. Maar ik was natuurlijk super benieuwd naar het einde van de reportage hoe het afliep voor Johan en Lieve. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Johan is maar een van de vele mannen die tegenwoordig te horen krijgen dat hun sperma niet erg beweeglijk meer is of misvormd. Voilà, dus dit is het einde van de reportage. En dus dan weten wij niet eens, Louis, of het gelukt is of niet. Eigenlijk raden ons dat niet aan, ook niet. Hè? Nee. Maar ik was wel benieuwd. Laten we eens kijken wat daar het resultaat van was. Hallo, Aagje. Hallo. Ken jij Johan en Lieve? Ja, ja, blijkbaar. Dat zijn uw ouders, hè? Ja, ja. Maar jongens, het is gelukt. Aagje, hoe prachtig om u hier te zien. Ja, ik hoop het. Bijna het resultaat. He. En een schitterend resultaat. Merci. Ja, uw papa en uw mama eigenlijk ook, ja, die hebben iets gedaan op tv wat niet evident is. Hè? Nee. Daar 22 jaar geleden over gesproken, op een manier dat het supergewoon is. Ja, hoe kijk je daarnaar? Dat was iets dat zij gedaan hebben die niet iedereen kan zeggen, niet iedereen durft. Maar hoe de mensen daar nu naar kijken, is dat zo van... Allee, is toch niet speciaal. Maar als je dat beseft, is dat toch wel... Ja, want uiteindelijk, uw ouders, die hebben keihard gewerkt om u te doen leven. Die hebben op tv daarover gesproken alsof het niks is. Uw papa, die heeft daar in vreselijke omstandigheden uw leven in dat kotje op gang getrokken. ja, in dat bezemkot. Nu, ik vroeg me wel af of dat bezemkot nog altijd zo was. Dus ben ik terug naar het Academisch Ziekenhuis getrokken om te zien hoe dat daar vandaag is. En ik kreeg een rondleiding van professor Tournet, diensthoofd van de fertiliteit in Jette. Aangenaam. Voilà, dat is een masturbatorium, zoals we dat minzaam noemen. Mooi woord. En de bedoeling is dat je hier in alle rust en kalmte je ding kan doen. Ja. Als je er geen partner bij hebt, ja. Ja, dan heb je hulp. Vroeger waren dat de boekjes. Ja. En dan ging iemand van het labo met veel schroom ergens in Brussel een boekhandeltje binnen en ging dan een pakketje kopen. Vandaag de dag is dat met een streamingsdienst, hè, waar je dan de nodige kanalen op hebt. Ja, ja, ja. Met de afstandsbediening in plastic. Om de hygiëne, inderdaad. Dat moet je toch in acht te nemen. Mijn grootmoeder deed dat vroeger ook. Die pakte alles in plastic. En u vraagt waarom. En de deur, kan die op slot? Ja, ja, die kan je op slot doen. Ja, ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Vergeten mensen dat soms? Hoe bedoel je? Abij, ja. Niks zo erg als er per ongeluk iemand binnenkomt. Ik heb daar geen weet van dat mensen dat vergeten. Oké. Okay. Het staat hierop, hè. En dan moet je naar huisje gaan afvullen. Oh, welkom bij het UZ. Voilà, zo is dat niet bij ons, hè. UZ Brussel. Zo zeg, en die mens is de prof die toekijkt? Of? Nee, dat is de reporter. De reporter. Oké. Okay. Maar die valt wel met de deur in huis. Echt een upgrade. Ja. Ongelooflijk verbeterd, hè, Johan? Dat wel, ja. Absoluut. Die mensen zorgen ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn voor al die mensen die hun kinderwens in vervulling willen laten gaan. En vandaag zijn er zoveel mensen die dat doen, die dat ook zo normaal vinden. En wat dat betreft lang leven de wetenschap. Maar wat heel moeilijk blijft, is het moment ja, waarop mannen in dat heet tegenwoordig masturbatorium, dat staal moeten gaan maken. Dat weten we nu dankzij Johan. Daarom oprecht aan alle mannen die voor deze moeilijke klus staan. We denken aan jullie. U mag plaatsnemen in de vier. Hallo, niet schrikken. Ik ben Johan. Voor de hoofdfilm begint, wil ik u toch nog veel succes toewensen. Ga ervoor. Weet, het is op de stoel waar u nu zit, dat het ook voor mij allemaal begon een goede 20 jaar geleden.
Het is wat ongemakkelijk, dat weet ik wel. Maar weet, ooit wordt u papa. Net zoals het ook met mij gebeurd is. Ga ervoor. De tocht is vaak lang. Het is vaak moeilijk. Maar vergeet nooit... It's not impossible. Tell the sun to leave the sky. It's not impossible. Ask a baby not to cry. It's not impossible. It's just possible. Voilà, bedankt Johan. Je hebt die mensen daar echt een warme, harde onder de riem gestoken. Dank je wel. Ik heb wat dat betreft nog een cadeautje voor jou. Op die schermen zat jouw zaad nog. We hebben die op DVD laten zetten. Ja. Johan's worst is dat, in het Engels. En dan kan je eigenlijk om te ontspannen naar je eigen zaadcellen kijken. Dat is ongelooflijk rustgevend. Ja, voilà, alsjeblieft. Dank je wel. Bedankt, Wieve en Aakje. U mogen terug een beetje. Ja. Voilà. Louis. Ja, ja. Ja. Je bent al decennia lang op televisie te zien. Mm-hmm. Als ja, politicus, minister, heel lang burgemeester van Leuven. Hoe vergaat het leven nu eigenlijk, sinds u geen burgemeester meer bent? Ik klaag niet. Voorlopig zou ik zelfs durven zeggen dat het bevalt. Om in de terminologie te blijven. Ja. Ik ben blij dat je dat toegeeft. Dus eigenlijk kan je van het leven genieten zoals het is. Het is een beetje anders, maar ja. Toch. Ja, voilà. U bent eigenlijk van een generatie ministers, politici, die als ze op tv komen er zo uitzien. Kijk. Ja. Johan, hoe zien die mensen eruit? Degelijk, ja. Keurig in pak, in kostuum. Tuurlijk. Louis, jij zag er zo uit. Je spreekt over pak. Ja, ja. Ja. Ja, zie ik, kijk, Louis. Ja. Maar het staat u beeldig. Sommige mensen staan niet met een kostuum. Ja. Het draagt bij. Maar nu wil ik u dadelijk iets zeggen. Hè. Ja? Dus zonder dat kostuum ben ik ook beeldig. Hè. Ja? Wel. Ik heb u altijd een knappe, charismatische man gevonden, oprecht. Hola. Mag ik zoiets zeggen? We vallen neer van tegenstander. Gewoon als heteroman tot heteroman. Hè. Het is... Ja. Maar twee macho's. Voilà, twee macho's. Drie macho's. Ja. Drie, ja. Maar 2,5, hè. Maar dus, om mijn punt af te maken, zo komen we u altijd tegen in het VRT-archief, behalve één keer in 1989. In 1989 was u minister van Binnenlandse Zaken, weet u dat nog? Ja, ja. Ja? 5 mei 1989 zien wij u op het televisiescherm verschijnen, niet in kostuum. Het was in het programma 3 uur Jessie. Dat was een zondagnamiddagprogramma met Jessie de Kaluwe. En dat duurde effectief 3 uur. Ja. En in dat programma gingen ze rechtstreeks naar uw geliefde thuisstad Leuven. Ik heb u daarnet al gezegd, we zouden minister Tobak blijven volgen. En dat hebben we ook gedaan, want vanuit Studio 3 is hij rechtstreeks naar Leuven gereden om in het stedelijk zwembad meteen in de armen van onze reporter Karel Simons te plonsen. En hoe is het water, Karel? Mij krijg je er met geen stok in vandaag. Die eer laat ik graag aan minister Tobak over. Bent u eigenlijk voorbereid op deze 10 minuten zwemmen, meneer de minister? Nee. Ik hoop dat er mij nog genoeg overblijft van jaren geleden om het ook nu nog bol te werken. Maar dat zou normaal wel moeten kunnen. Ik wist niet dat u een blootje had. Jij niet? Nee. Tja. Toen ik dit zag, was ik 11 jaar of zo. En ministers waren voor mij heel ernstige mensen uit Brussel. Oh. Die serieus dingen zeiden. En ineens zie ik u daar in uw blootje staan. Ik dacht van, huh? Ik wist niet dat die politici een blootje hebben. Ja. Verstaat u dat? Ja, maar dan zijn ze verkeerd opgevoed, hè. Ja. Ja, maar... En pas op, ik was aangenaam verrast, hè. Want aangenaam. Kan ik mij voorstellen, ja. Nee. Zo ging ik niet naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nee, dat... dat versta ik. Maar ja, voor alle duidelijkheid, dit is hoe wij u kennen. Kijk, in kostuum, ja. Voilà. Keurig met das in het pak. Zo kennen we u ook. Zonder vest, als u aan het werk bent en u wordt geïnterviewd. Zelf zo kennen we u, zonder das. Stel dat u op zondag geïnterviewd wordt en u was net op wandel. Maar zo, kijk, zo kennen we u niet. Dat is iets, dat is een beeld dat wij niet kennen. Laat staan, dit, zonder hemd.
Ja, die kwamen zwemmen, die kennen mij zo. Maar u was eigenlijk wel een zwemmer? Ja, geen competitiezwemmer. Hè. Daarvoor zijn mijn beentjes te kort. Ja. Maar wel graag gezwommen, altijd? Ik heb altijd heel graag gezwommen. Ik heb zeer veel gezwommen. Uit het archief blijkt inderdaad dat u vroeger regelmatig zwom. Ik zou durven zeggen dat ik gedurende toch meer dan 20 jaar een dagelijkse bezoeker ben geweest. En dus meer dan dat zelfs. Dus een hele periode tot twee maal toe per dag. Ja, meneer de minister zet zich nu klaar om te vertrekken. En daar gaat hij dan. Zo, wij blijven meneer Tobak volgen. En dan wordt je zwemstijl beoordeeld door Herman Verbouwen, een Olympische zwemcoach. Wel, het is duidelijk dat de minister misschien vroeger veel heeft gezwommen. Maar dat hij dus de laatste tijd niet meer zwemt. Want ik heb dus gezien dat hij tamelijk snel is vertrokken. Maar dat hij heel snel gas heeft moeten terugnemen. En dat is maar best ook. Verder zwemt hij een zeer, zeer klassieke schoonslag. Hij heeft dus een zeer vroege ademhaling. Wat dus natuurlijk de snelheid niet ten goede komt. Zoveel kritiek zeg. Ja. Zwemt u nu nog steeds? Nee. Ik ben niet meer zo voor de gesloten ruimte, om nu ernstig te zijn. Dus het, eigenlijk heb ik in een zwembad altijd een beetje een gedrukt... Claustrofobisch gevoel. Ja. Is er in Leuven geen openluchtzwembad? Een echt openluchtzwembad is er. Ja. Nog niet, maar er komt er een. Zou je het zien zitten om mij dan eens uit te nodigen dat we samen eens kunnen gaan zwemmen? Als jij dat wilt... Dan ziet u mij ook eens in mijn blootje? Dat is... Absoluut niet. We gaan het opnieuw doen, dat is een mooie belofte. Ja, en ik wil u sowieso bedanken voor het feit dat je eigenlijk bereid was om te zeggen van voilà, dit ben ik met mijn blootje, ik ben minister en maar ik ben ook... Ben ik draag niet mijn blootje. Louis, ik heb genoten van uw verschijning in het zwembad. Had ik al begrepen, ja. Dat is een beeld dat ik nooit... Onrustwekkend. En hij blijft maar doorgaan, hè. Ja. Omdat ik een cadeau heb voor u. Dat is eigenlijk iets voor op de frigo te kleven. Voor uw kleinkinderen, voor als die eens op bezoek zijn. Kijk, dit is zo een Louis die je kan op de frigo kleven. En je kan die eigenlijk naar hartelust ofwel uitkleden. Voilà. Maar je kan die ook op zondag die aankleden. Voilà. Zeg, voor wie houden mij? Oké, en als het echt te warm wordt, kan je ook natuurlijk dit doen. Dit is ook mogelijk. Of als je op Kaals carnaval komt, kan je ook dit doen. Voilà. Pret verzekerd voor uw kleinkinder Louis. Nogmaals, hartelijk dank. Dankzij u weet ik nu hoe jij er in je blootje uitziet. En ik apprecieer het. Merci, Louis Tobak. Alsjeblieft. Dank je wel. Louis, je mag het cadeau daar zetten. Anders blijkt dat zo'n derde gast te zijn. Dat is... ik wou nog iets anders laten zien. Vanmiddag is er voor de 9e keer op rij... betoogd voor het klimaat door de klimaatbrossers. En wat dat betreft ben ik een fragment tegengekomen van de generatie ouders en grootouders van die klimaatbrossers, dus mensen die in de jaren 50 en 60 jong waren, die toch helemaal anders omsprongen met het milieu. In dat kader zijn we dringend op zoek naar een aantal kinderen die 56 jaar geleden op tv kwamen. Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. 56 jaar geleden werden deze kleuters van het type lief en onschuldig voor het laatst gesignaleerd op een zwaar vervuilde kalmthoutse heide. Op het moment van de feiten bevonden ze zich in de buurt van een tante in het genre Terry. En dan hebben we hier enkele flinke jongens. En die hebben met een schop een putje gemaakt. En daar gaat al het papier in. En als alles zuiver is, dan worden de kuiltjes dichtgedaan en alles is vergeten. Durft u toegeven dat u een van die kleuters was of wilt u alsnog onze planeet redden? Neem dan snel contact met ons op. Ongelooflijk, hè? Dat is eigenlijk niet de juiste techniek. Hè? Eigenlijk niet, hè? Nee. Maar goed, zo gebeurde het. Dus vroeger dus als een van die kleuters, die ondertussen stevige zestigers zijn, kijken, laat ons zo snel mogelijk iets weten. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar... In 1982 ging er een gloednieuwe filmquiz op de BRT van start. Het was echt een filmquiz voor filmfreaks. En ze zochten nog een presentator.
quiz die een aantal jaren liep. Alleen hadden ze nog geen presentator, dus wat deed de openbare omroep? Ze organiseerden een sollicitatie, gezocht vlotte ambtenaar die de quizvragen goed aan elkaar kan praten. En het is niet te geloven hoeveel reacties daarop kwamen. Ik heb hier kijk, de kandidaat-presentatorenmap teruggevonden van toen. Een piepjonge Jesse de Kaluwe, toen 20 jaar. Die ken je nog, Louis? Ah ja, die is achteraf naar mij komen zien in mijn blootje. Ah ja. Ja. Maar dus 20 jaar en die wil eigenlijk graag Cinema niet presenteren. Er werd ook gevraagd om een recente foto bij te voegen, dat deed ze. Een zekere Jo van Damme, 22 jaar, uit Gent, die ook heel graag dat programma wou presenteren. Hela. Nog een zekere Daniel van Avermaat, uit Brussel. Ja, ja. Die wou ook graag presenteren, die waagde ook zijn kans. En zelfs een jonge man uit Deurne met een snor, genaamd Erik van Looy. Oh, ja. Ja, Erik van Looy, die wou toen ook graag die quiz presenteren. Die zijn het allemaal niet geworden. Wie het wel geworden is, is een jonge man uit Edegem, namelijk deze. Dag kijkers, u hebt taal nog teken nodig om te weten dat dit Cinemanie is, uw filmquiz op zondag. Goedenavond, Michel Follet. Hey Steven. Welkom terug bij de openbare omroep. Dankjewel. Is lang geleden? Ja, het is even geleden. Ja, maar dus ik was hier door de sollicitaties aan. Ja, wil je dat alsjeblieft echt? Nee, maar dus zoveel nadien legendarisch bekende mensen die het niet gehaald hebben en jij hebt het wel gehaald. Waarom hebben ze voor jou gekozen, denk je? Enfin, ja. Uiteraard voor je talent, maar... Ja, het was het tijdperk van de lelijke mensen, denk ik al. Ja, ik ben ook toen doorgebracht. Mark van Poeken, hij zal het mij kwalijk nemen, maar Herman van Mollen. Ja? Allemaal zo wat de mannen met brilletjes en verwaaide haren. Alles komt terug, zie ik steeds. Ja, ja. Het is nog steeds het tijdperk van de lelijke mannen. Hè? En ja, mijn oren, denk ik, hebben een beetje meegespeeld. De bedoeling was om een Woody Allen-achtig typetje te creëren. Ja? En dus, ja, nu heb ik wat minder hama, een beetje verwaaid, met een hoornen brilletje. Ik had toen in feite zo'n soort bril. En ja, dat werkte, denk ik, die gimmick. En vandaar. En ik was natuurlijk wel een filmfreak. Ik zou nooit aangespoeld zijn op televisie als ik voor een lifestyle-programma was gevraagd. Maar je deed het zeer goed, want jullie herinneren zich nog het programma? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Het was jouw debuut, hè? Het was mijn debuut. Wat een geluk dat jij die brief geschreven hebt. Kijk, ik heb hem hier. Michel Follet uit Edegem, geboren in 59. Okay. 21 jaar op het moment dat je deze brief schrijft. Nu, er viel me wel iets op aan de brief. Je moest een recente foto bijsteken. Bij gebrek aan recent fotomateriaal, hierbij twee recente dia's. Dat heb ik wijselijk gedaan, want anders hadden ze mij niet in aanmerking laten komen. Weet je dat nog? Kijk, hier. En heb je ze bekeken? Ja, twee recente dia's bijgekleefd. Ja. En er staat ook bij, graag terug. Ja, graag. Bij deze dus, als het even ja. Mijn excuses dat het 37 jaar geduurd heeft, maar Michel, misschien eerst even naar die dia's kijken. Hè? Even voor jonge kijkers thuis uitleggen. Ja, een dia-projector. Wat is dat eigenlijk juist, Louis? Daarvoor ben ik thuis, hè. Maar dat is juist heel oud. Ik heb dat nog weten komen, dus... Je hebt dat nog weten komen? Oh, ja. Dus jij bent nog van de tijd van voor de dia's? Voor de dia-projector, dus... Amai. Nu... Eigenlijk, dat werkt als volgt. Hè. Dus dit is de dia. Dat is eigenlijk een soort filmcel. Die moest je dan in een lader steken. En dan was het eigenlijk urenlang thuis naar de dia's kijken van onkel André, die naar Egypte geweest was. Hè. Zes laders, piramides. Van opzij moest je, en soms in overvloeiing. Ik had dat. Ah ja. Ja, ja, ja. Echt naar een overvloeier. Daar op filmmuziek onder. Ja, ja, zalig. Eens proberen. Wap, dat is hem. Dat is dus de dia die jij 37 jaar geleden naar de VRT gestuurd hebt. Het is wel een mooie dia. Ja, is dat een of andere huidziekte? Nee, nee, dat is de plakker die hier al 37 jaar opkleeft. Ah ja, want er stond bij graag terug. Ja. Vanwaar de keuze van deze dia? Geen flauw benul, de tweede graag. De tweede? Oké, okay. Ja. Wapla. Dus dit ben jij in de voorgrond en de achtergrond is een sneeuwlandschap. Ja, ja. En het was alsof je naar het sneeuwlandschap aan het staren was en dan draai je heel spontaan geposeerd.
Ik zou ze graag terug hebben. Ja. Ik wil mij oprecht excuseren voor het feit dat die al 37 jaar bij ons zijn. En ik wil jou ongelooflijk bedanken voor die prachtige jaren Cinemanie en alles wat je nadien nog gedaan hebt. Merci, Michel Follet. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik ben een man tegengekomen in het archief die 30 jaar geleden op televisie kwam. Dat was in de laatste week van de zomervakantie, 1989. En die had een boodschap van algemeen nut. Die zei dat er moest geprobeerd worden te dansen met een intensief lichamelijk contact. En daarom stel ik voor dat we inderdaad gaan trachten om eens te dansen met een intensief lichamelijk contact. Ja? Ja, ik hoor mensen al denken van een hete pitoe, maar het was ook een hete zomer. De zomer van 89. Herinnert u die zich nog? Ik herinner mij 89, maar of dat een hete zomer was? Weet ik ook niet. Dat weten we niet. Ja. Maar ik heb het even gecheckt, het was echt een zeer warme zomer. In veel Vlaamse steden was het vandaag nauwelijks uit te houden. Wie een terrasje in de zon uitbaat, doet in deze periode vaak gouden zaken. Maar te warm is te warm. Ja, die warme zomer zorgde wel voor heel wat zon, zee en strandplezier. En daar hoorde natuurlijk ook muziek bij. Kennen jullie dat nog? De Lambada. De Lambada van Kaoma. Hij was in een mum van tijd een grote hit en het werd zelf een hype. Weet je nog hoe we dat liedje hebben leren kennen? Nee. Nee? Het was eigenlijk via een reclamespot voor een oranjesap, voor limonade. Die clip werd zo populair dat heel de wereld in de zomer van 1989 dat nummer kende, meezong. En ook bij ons. Iedereen bij ons was er zot van. En ook Panorama besteedde daar een reportage aan die hype. Panorama, Louis, een van de meest exclusieve duidingsmagazines van de VRT. En we zien een reportage van een van de meest exclusieve reporters van het land. In een van de meest exclusieve badplaatsen, in een van de meest exclusieve discotheken van het land, danst men de Lambada. Ja, het is te zeggen, ingehuurde Brazilianen dansen de Lambada en de Vlamingen stonden erbij en keken ernaar. De plaat, de dans, de clip en de rage werden gelanceerd door een aantal Europese commerciële televisiestations in samenwerking met het merk van Oranjesap. Er was een zeer exotische dans die daarbij hoorde. Jullie ooit gedaan, die dans? Nee. Nee. Ik stond al in dat zwembad. Ah ja. Nu goed, tegen het einde van de zomer wou iedereen in Vlaanderen dansen zoals die Brazilianen. Maar ja, wij zijn natuurlijk geen Brazilianen. Dat was een probleem. En dat merkt Martin Tange ook op in het journaal. Maar op de dansvloeren is hij nog nauwelijks te zien. En daar kan verandering in komen. De instructeurs van de dansscholen in ons land maken zich klaar om de Lambada aan te leren. Bijna zo zwierig als in de videoclip. Om deze wensdroom waar te maken, zullen er in september waarschijnlijk heel wat mensen een beroep doen op een dansschool. Maar eerst moeten de instructeurs zelf nog bijgeschoold worden. Daarom organiseert de Unie van Belgische Dansleraren druk bijgewoonde spoedcursussen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3. Goed. Als leraars moeten wij het kunnen, we moeten het kunnen uitleggen en we moeten het kunnen voordoen. Goedenavond, chef. Goedenavond. Chef, dat was jij daar. En Leona, jouw vrouw die hiernaast zit ook. Ja. Wat waren jullie daar aan het doen? Dus wij hadden daar het probleem als dansleraar dat niemand van ons de Lambada kende. En het was enkele weken of twee weken voor het dansseizoen, september. En men had ons aangeduid om dat uit te zoeken en het aan te leren aan de andere collega's. Jeff, ik ga je even naar hier halen. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Ja, wij hadden dus enkel die korte clip met dat dansje. Dus we hebben dan onze week teruggetrokken. Bij ons in de huiskamer, achter de tv gezeten en 1000 keer naar dat clipje gekeken om elke keer uit te zoeken welke variaties dat zij deden. Dus niet alleen die twee kinderen die daar dansen, maar die mensen die daar rond aan het dansen waren om te kijken wat voor soort bewegingen
deden zij. Omdat de basispas was evident. Maar je kan niet geen 10 lessen vullen met enkel de basispas. Dus wij moesten variaties zoeken. Dus jullie hebben eigenlijk op basis van die videoclip de dans proberen te vertalen naar Vlaanderen. Klopt, ja. Dat was het. Ja. Vond u het een tof nummer? Ja, nou 1000 keren niet meer natuurlijk. Dat begrijp ik, ja. De dans was interessant, maar voor onze mensen te moeilijk. Ja. En als je dus met benen open staat... Ja. Dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo elegant uit. Nee? Het wordt maar elegant als je de heup in tegengestelde richting beweegt. Ja, dat is mee. Dus je zet eerst de voet aan de binnenkant. Ja? En dan kom je erop. En zo, die heup komt altijd na. En dan krijg je een soort van slangbeweging. Oké, ja. En als je dat dan in... Dan ziet dat er wel veel beter uit. Ja. Bij u ziet het er veel, veel beter uit. Niet evident om aan te leren. Nee. Jij werkt met je vrouw zeer intens in de woonkamer aan die dans. Ja. Dan roep je alle dansleerkrachten van het land samen voor een soort lambada masterclass. Maar zo'n intensief lichaamscontact, het ligt de Vlaming toch niet zo best. Zelfs de Vlaamse dansleraars niet. De uiteindelijke Vlaamse lambada, waar trouwens volop demonstratievideo's van gemaakt werden, blijft dan ook een stukje trager en iets wat afstandelijker. Trager en afstandelijker, Jeff? Daar geloof ik niks van. We komen uit de volksdanscultuur. Hè? Dus een stap vooruit, een stap opzij, een keer draaien in het beste geval. En dan ineens komen die exotische dansen overgewaaid en moesten wij volgen als Vlamingen. Dat is toch niet evident, Louis? Ik kan er niet van meespreken. Nee? Dus ben jij geen danser? Nee. Nooit gedanst? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ook geen openingsdans? Een poging. Jij? Een danser? Ook niet. Nee? Helemaal niet. Maar een zeer moeilijke opdracht, chef, voor al die dansleerkrachten die dan les krijgen van jou. Dan moeten zij eigenlijk de kennis over de lambada gaan verspreiden in hun regio. Ja, dat klopt. Ja. Goed, zij zijn dan teruggekeerd naar alle uithoeken van het land om die dans snel aan te leren. En enkele van jouw volgelingen, enkele van jouw apostels, die zijn hier ook vanavond. Goedenavond. Hallo. 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 Goedenavond. Ja. Hallo. Goedenavond. Jullie waren daar toen aanwezig, op die Lambada Masterclass? Ja. Ja, jullie zijn allemaal dansleerkrachten. Ja. Ja. Hoe gingen de leerlingen om met dat intensief lichamelijk contact? Ja, als dat koppels waren, was dat geen probleem voor zo intens lichamelijk contact te hebben. Maar voor sommigen, als dat dus gewoon met een danspartner was, was dat niet zo gemakkelijk. Omdat het zo intiem is natuurlijk. Ja. Ja. Inderdaad. Jeff, ik heb jouw danscursus echt goed bekeken. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind die kritiek van het journaal compleet onterecht. Echt waar. Want in jullie versie is dat lichamelijk contact veel intenser dan de originele clip. Dat is echt waar. Moet eens kijken. Kijk, dit is het originele. In de originele clip dansen de Brazilianen met de poepen parallel, hè, tegenover elkaar. Ja, dat is seksueel, maar suggestief. Poepje zwaar. Maar bij jullie is het niet tegenover elkaar, maar gewoon keihard in elkaar. Zeg, voilà. Dat is gewoon bijna penetratie. Dat is poepje Piet. En zelfs Martin ziet het graag gebeuren. Kijk. Ja, Jeff. Ja. Dat is intensief lichamelijk contact. Het was zo. We moesten origineel blijven. We moesten authentiek blijven. Dus we hebben dat filmpje helemaal ontleed. En op een bepaald moment komt dat erin voor dat mensen achter elkaar een rippelbeweging maken. Het moest erin zitten. Het moest daarin zitten. Hebben we gezien. De rippelbeweging noem je dat. De rippel, dat moest erin zitten. Ja. Maar zeer geslaagd, chef. Ik vind het origineel is sensueel. Jullie versie is seksueel. Eigenlijk had dit de hype van 1989 moeten zijn. De Vlaamse versie van de lambada. De Vlambada. Ja, Jeff.
Nee, terecht. Allee, die kritiek van het journaal, dit is echt, echt zeer goed. En om jou te eren, chef, gaan we aan zoveel mogelijk mensen vragen om de Vlambada te dansen en dat te posten op hun Instagram met de hashtag Vlambada. Met deze instructies. Kijk, hier heb je dan in 5 stappen hoe je de Vlambada kan dansen. Je post dat gewoon en dan wordt het opnieuw een hype, alsjeblieft. Misschien moeten wij het hier ook eens doen. Willen we het samen doen, chef? Wij met twee. Ja? Of Louis en Johan? Nee, ik sta... ik sta mijn plaats af. Chef, willen we eens proberen? Ja, ik ben hier nu. Ik kan moeilijk nee zeggen. Oké. Okay. Ja. Ik zal hem vasthouden. Ik zal u een kader vasthouden. Johan, mag ik vragen dat jij filmt? Ja. Dan kan ik het op Instagram posten. Ik heb, liever, dat jij filmt, want ik durf daar niet naar kijken. Chef, sta jij voor of achteraan? Wat? Ik ben wat klein, ik zal van voren staan. Van voor, ja? Ik heb wel een afspraak maken met welke voet gaan we beginnen. We gaan met de rechtse voet beginnen. Rechtse voet beginnen. Ja, dat gaat Louis niet graag horen. Hè. Ik ga voorstellen van eerst de rippelbeweging te doen zonder de stapjes. Oké. Okay. Ja. Dat voelt wel lekker, hè? Ja. En nu achter elkaar dan. Ik blijf gaan, want anders ben ik goed weg. Ja? Ja. Ja. Ja? Is dat intensief genoeg? Dank je wel, chef. Voilà. Merci. Alsjeblieft. Dank je. Ik zet dat op Instagram en een heleboel mensen hebben dat trouwens al gedaan. We zijn allemaal fiere vlambadisten. We zijn rond. Hartelijk dank aan mijn gasten. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Van Algemeen Nut. Bedankt om te kijken. Tot volgende week. Tot de Vlambada. Veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen.